Hallo und willkommen bei Dashcams Wolle. Heute fahren wir die Rhein-Ruhr-Ostroute von Wuppertal nach Hagen. Viel Spaß beim Zuschauen. Hey lui, welkom weer bij een nieuwe episode van Let's Play Trainse Build 2. Nieuwe route gedownload, nieuwe route gekocht. De Rhein-Ruhr-Osten van Hagen naar Wuppertal. Of net als een Wuppertal naar Hagen. Ik weet het niet. We gaan eens even instappen. Wij rijden de laatste commuter train. Of de D. Zegt hij. Dat is heel mooi. Het is reverse to forward. Mooi man. Heb ik ook een zoek beeindsloesen? Ja, woel, dacht het wel. Of heb ik dat niet? Heb ik dit zeker? Oké. Ik zet het to forward. To natural. Hoezo? Waarom is dat zo? Oké, mooi. Even een fotootje maken. Zo. Hij doet wel een beetje raar. Dan maar zo. Je gaat ongeveer 25 minuutjes duren. En ik zal mijn best doen. Ik ben hier niet zo'n prof in, zullen we zeggen, als de vaste train simfanaten. Dan heb ik het over een Alan Thompson of over een Belivius of weet ik veel. Ik doe het puur voor mijn plezier. Hoezo? Next stop is Schweinwest! Jawohl! Waarom mag ik? Zeg, mag ik toch gewoon rijden hier hoor? Oh, gaat hij zitten. Ga eens zitten op een stoel. Ja, die horens, dat vind ik echt geen porum. Dit is spannend. Nou, je zult afvragen, waarom ga je dan niet verder een keer weer met de normale train smetter? Ja, dat kan wel. Maar ook mijn volgende project, want ik ben gestart met een project. Trainspotter. Eerst al op Dashcam zonder. Op Dashcam zit de trainspotplek, dat ging nog niet helemaal goed. Maar ook de volgende begint alweer niet goed te gaan. Dus het dreigt. Dus dat wordt weer een probleempje. Ik denk dat we gewoon eens even weer een lekker een Trainse Wild 2 videootje maar even weer. Rem een vriend. Oh my god. This is bad. This is very bad. Ik heb een. This is awful. Ik sta gewoon. Oh kijk. Dan gaan we al die deuren gewoon open. Koek koek. Dankjewel, ik stap uit. Ding, gelijk op de beetje kop op de rails. Lekker man. Heerlijk. Is weer een beetje raar. Ja, goed, deze route heb ik dus gekocht via de Steam. Route Wuppertal Hagen. Ik vind het wel jammer dat ik hem trouwens nu niet in het licht ziet. Maar er zijn geen scenario's in het licht. Dat is weer een beetje het nadeel. Waarom is dat? Weet ik niet, maar ik denk, ja, als je zo graag je route wil
presenteren, waarom doe je dan niks in het licht? Je kunt alleen maar vrijtrains rijden in het licht. Passagiers is alleen maar in het donker. Je hebt dit scenario in het donker. En je hebt nog een scenario dan rijden zoals in de regen. Dat is helemaal put. Ja. Straks over 2,9 kilometer heb ik een 50 kilometer speedzone. Straks is dat dan weer de volgende halte. Het is zo jammer dat je dan niks ziet. Hè. Echt. Zo, ja. Geef je een nieuwe route uit en dan doe je dit niet als... Pardon, boertje. Als een... Ja. Doe maar. Next stop is Woepentaal, al langer op veld. Kijken of ik wel iets beter kan stoppen als in de eerste halte, want dat ging niet helemaal zo geweldig. Ja, het ziet er wel iets beter uit. Ik ben nu gewoon veel te vroeg. Maakt niet uit, we zijn er gewoon. Even weer een foto maken. Ja, ik vind dit wel een mooie foto. Woepentaal Hofbedhof, daar gaan we heen, zegt hij. Maar die horen hoor. Moet je horen, joh. Moet je horen, de horen. We zijn weer erg flauw. We zijn dus aangekomen nu op ja, het volgende seizoen. Woepentaal Lagerveld. Oh, mooi hoor, ja. Top. En we are going. Ik wil eigenlijk die Engelse route doen, die high speed route die net uit is. Met die Javelin. Maar toen zag ik deze voorbij komen. Deze was iets goedkoper op de Steam. Zo dan weer een andere aanbieding weer. En daar heb ik dus maar voor die gekozen. Ja, toch een keer weer een commuter train. Lijkt me wel een keer weer leuk. Heb ik nog serieus rood hoor, waar ik gewoon doorheen knal. Heb ik niet. Kom maar nu, Woepentaal Oberbarmen. Ik vind het qua geluid niet al te best. Nou moet ik zeggen, daar heb ik laatst gekeken naar, ik weet trouwens niet welke Klaas dat was. Maar de website van Alan Thompson, ja daar kijk ik altijd op, ook op zijn YouTube kanaal. Want ja, hij is toch wel een beetje de man die het Engelse materieel presenteert. Zowel met Transmitter als met Transmitter. Die had, ik weet trouwens niet meer welke Klaas dat was, maar dat schijnt dus een nieuwe te zijn, een nieuwe add-on route. En hij was een laagje, zat er zelfs over het geluid van die trein. Sorry, ik ben even de Klaas even kwijt. Welke Klaas die het was. Daar moet je me even voor onschuldigen. Voor. Ik kan even, ja, nee, sorry. Dat kan ik even zoeken, maar niet uit. Zeg, ga gewoon even naar zijn website. Of naar zijn YouTube kanaal, Alan Thompson. En, het is voor mij een van zijn laatste filmpjes die hij online gezet heeft. En hij was wel erg enthousiast over dat geluid van die trein. Nou ben ik sowieso niet echt enthousiast over de sound van Train Sim World 2. Dat kan veel beter. We hebben laatst al een keertje de Valenta aangepakt. Of al een keertje mee gereden. Dan niet als een Valenta type. Maar als een MTU motor.
Op dat vlak vond ik niet echt al te best. Ik vind dat ze daar wel eens wat meer aan mogen doen. En ook met die joint tracks. Dat mis ik ook ontzettend. Eerlijk gezegd, in dit spel. Nu moet ik zeggen, ook erbij, nogmaals, ik ben geen professional die dit spel speelt. Kijk, zo vaak upload ik deze filmpjes niet. Ik doe alleen maar dit spel als ik ook echt zin heb. Als ik echt zin heb, dan zou ik zeggen, ja, oké, dan zet ik even de OBS aan en neem ik dit videootje op. En gelijk weer een nieuw videootje. Maar nogmaals, ik ga niet iedere week een trainsim wild filmpje doen. Dit spel moet je echt, ja, gewoon zin in hebben. Om dit spel te spelen, heb ik het dan over. Nogmaals, ik laat de heren Blifjes en Ruco, die volgens mij allemaal lekker in hun waarde. Jongens, die gamen lekker op los. Trouwens, hartstikke mooie routes. Het zijn ook hartstikke mooie kanalen. Dat zijn echt de promos. Hoe die dat spel spelen. Dus ja, bezoek een keertje hun kanaal. Kijk maar eens een keertje onder Blifjes of Rubiku. Dat zijn echt de mensen die daar veel meer verstand van hebben als ik. Ik doe dit gewoon puur voor het gamevermaak van mijn kanaal. Volgende halte is Wuppertal Barber, waar ik veel te hard doorheen kom, ga ik. Gewoon remmen. Bam, jongen. Wel een beetje lomp binnengereden, maar dat maakt verder niet zo uit. Ik heb wel de BZB. Moet die anders aanzetten, gewoon. Kijk, wat gaat er gebeuren? Ja, ik, nogmaals, ik heb hier totaal geen verstand van dit allemaal. Ik moet denk ik toch wel eens daar wat meer mee. Ja. We moeten meer mee gaan bemoeien, denk ik, met het spel. Gewoon kijken of je die automatische blower aan kan zetten of zo. Ja, helaas, ik wou dit scenario dus een keer in het licht doen. Alleen ja, helaas, bij de kaas, het scenario zijn niet allemaal in het licht. Het is allemaal donker. Dus ja, je ziet niet veel. Ik denk niet dat je dan echt er helemaal een mooie visie van krijgt hoe deze route is. Dat is dan wel jammer trouwens. Dus daar kijk ik even een beetje naar Steven Seagal. Ja, dat is gewoon mijn held. Ja, dit filmpje heb ik opgenomen op. Moet ik even weer spieken op een ander schermpje. Vrijdag 12:03. Het is inmiddels nu 9:45. In de avond dan. Maar bij de volgende stop. Oh, ben ik nou een beetje aan het boeren. Ik weet niet wat het is. Er zit een hoop lucht in de buik. Aangezien op Wuppertal Unterbarmen was 22:56. Ik ben al wel iets aan de late kant, zie ik. Maar... ik ben binnen een minuut te laat. Ja, maar het is toch de laatste trein, dus zo erg is het niet. Hoppa. Nice view zo, hè? Ja, ik vind het treintje wel mooi. Dus een DB'tje 422. Je krijgt er ook gewoon bij, hè? Bij de route. Jawel. Voor die prijs. Hij is nu momenteel discount. Hij kost voor mij nu 12,99 euro bij de Steam Workshop.
Sfeer deze route leuk. Dan zou ik zeggen, ga even naar de Steam Workshop. Voor mij is het nog een maand gesmolen dat deze route is. Kan ook zijn dat ik dit videootje pas later weer, komt het videootje pas online. Misschien dat dan al die discounts alweer over zijn. Geen idee. Voor mij duurt het meestal tot aan 1 maart volgens mij. Dus dan zou het tot aan deze maand, dus met maart, zal waarschijnlijk die actie duren. Dus per 1 april heb je waarschijnlijk alweer een andere route die dan weer goedkoper is. Ik vind het trouwens wel mooi trouwens over de Steam Workshop. Ook al van een spelmaker zelf, dat je ook af en toe eens wat routes wat goedkoper neerzet. Oh, ik ga veel te hard, zie ik. Kijk, ik heb bijvoorbeeld een goede baan, dus ik kan die routes simpelweg snel downloaden en kopen. Maar voor de mensen die dat niet zijn, is toch wel best wel weer een smak met geld, moet ik zeggen. Ik heb hier zo meteen rood, zegt hij. Oh. Ik ben alweer bij het eindpunt van het. Oeh, ik denk dat ik alweer bij het eindpunt ben. Denk ik, moet al op en af. Het goede is, zie je zo meteen links of rechts, zie je die. Ja, het is een soort monorail, maar dan ondersteboven. Ik zal kijken of ik zo meteen even kan checken of ik dat nog even wat kan zien. Ik wil ooit nog een keertje naar Boepetaal toe. We hebben echt een mooie boetestap om daar een keer heen te gaan. Vroeger had je ook wel andere. Dat was toen met Transmitter, had je ProTrains. Ging ook hier bekend. Fantastische mooie routes waren het trouwens van ProTrains. Lang, je kon ook allemaal via omwegen kon je weer uitkomen op andere. Het was echt. Er waren gigantisch lange scenario's. Echt, het was echt heel mooi. Hoepa. Moepetaal. Kijk eens. Unlock left. Maar zijn we nu aangekomen bij het eindpunt van deze lijn? Zal ik even kijken of ik dat ding nog kan vinden? Oh, die hier zo al. Ja, hier hangt die al. Oh, nee, hier hangt die. Nou, ik zie hem hier denk ik niet. Ja, het is jammer dat het niet donker is. Het is echt. Vind ik gewoon jammer. Vind ik kansloos. Ja, kansloos. Het is gewoon jammer. Ik ben een beetje raar aan het praten vanavond. Maar vind je dat het is desgezonder dat iedere keer wel weer een fout. Je kan helaas niet die monorail vinden. We zijn ook al aangekomen volgens mij weer bij deze aan het video volgens mij. Denk ik zo. Ik heb het al zien. Ja, ik heb het zien. Dat kan ik zien met de volgens mij. Ja, dat is een T. Ja, Sudan locomotief. Volgens mij moet ik hem nog naar de loods brengen, volgens mij. En dan pas je Sudan locomotief, zet de master control weer toe off en dan is hij move. Oké. Dus weer na het laatste stukje weer van dit filmpje. Ga straks de locomotief uitzetten. De lok. De trein. En dan is het einde dienst. Kan ook wel, want het is ook binnenkort tijd voor het F1 café. Hij is nu de passagiers aan het unlocken. Als het klaar is, zetten wij nog even de locomotief uit. Of de trein uit. Misschien voor de eerste dienst in de ochtend weer. Ik ga je vast al afscheid van jullie weer nemen. De kijkers die dit filmpje weer hebben gekeken. Bedankt voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter. Like en share mijn video's. Vind ik hartstikke leuk. En dan zien we elkaar weer bij een volgende deskcam videootje. Zeg druk op het belletje, dan word je op de hoogte gehouden. En ik sluit af, zoals ik altijd afsluit, dat is de groeten doen en alvast een dikke dag. Ik ga uitzetten.